President Desi Bouterse en overige toppers van de regering zijn zeer ingenomen met de significante olievondst voor de Surinaamse kust. Op een persconferentie vandaag hebben ze hun blijdschap niet onder stoelen of banken gestoken. Dit was kort nadat oliemaatschappij Apache Corporation officieel bekend had gemaakt dat ze een gigantische oliereserve heeft gevonden. Het bedrijf meldt op haar website dat in ondiepe delen van de put een olie- en gaskolom van ongeveer 50 meter is aangetroffen. En in de diepere delen van de boorput een kolom van ongeveer 73 meter. Hoewel Bouterse heel blij is, roept hij de gemeenschap op het hoofd koel te houden. Mede namens mijn echtgenoot en gezin, mede namens de regering, mede namens onze coalitiepartners, feliciteer ik het volk van Suriname met deze enorme bekendmaking van de oliefonds binnen onze wateren. We gaan samen de toekomst moeten uitstippelen. We gaan met elkaar in nationaal belang, dit is een nationale zaak, gaan wij de way forward moeten uitstippelen. Ik wil me beperken tot feliciteren. Er is heel veel al nu via internationaal nieuws. Een speciale felicitatie aan natuurlijk Staatsolie. Ze pendelen al jaren en we hopen al jaren, en eigenlijk is het zover. Ubreti, Mibreti, alles wat breti. We moeten het hoofd koel houden en laten we alle negativiteiten weghalen en kijken hoe we Suriname met deze enorme fonds van de voorzienigheid, hoe wij het pad verder kunnen uitstippelen voor onze kinderen en kindskinderen. Nogmaals, volk van Suriname, gefeliciteerd. Rudolf Elias, directeur van Staatsolie NV, noemde oliefonds een prachtig moment voor het bedrijf en het land. Dit is waar Staatsolie lang naar heeft uitgekeken, zegt hij. Ik ben herhaaldelijk in de pers geweest en herhaaldelijk heb ik gezegd, ik weet niet wanneer, ik weet alleen dat het gaat komen. En wij weten het al een tijdje, dus dat er mooie olie gevonden is. En de dingen wisten niet of het inderdaad een discovery was. Ze hebben het vandaag announced. Dat is natuurlijk prachtig nieuws. Ik heb er niet heel veel aan toe te voegen, want in het persbericht staat in principe alles. Het enige wat ik zeg is, ze zijn nu bezig in Sapakara. Dat is 16 kilometer verder als waar ze vandaag hebben geboord. Laten we kijken of we net als Guyana ook discovery after discovery krijgen. Het is natuurlijk prachtig, zoiets. En ik denk dat na vandaag Suriname nooit meer hetzelfde zal zijn. Maar laten we wel niet... Het is vooral voor mijn kinderen en mijn kinderskinderen dat ik blij ben. En we moeten ervoor zorgen dat natuurlijk de welvaart terechtkomt voor de lange toekomst. Tot zover staatsoliedirecteur Rudolf Elias vandaag tijdens de persconferentie over de olievondst voor de kust van Suriname. Hij is net als president Desi Bouterse blij met de vondst.